De volgende bunker voor vandaag. We zitten natuurlijk wel hoog ook, hè? Ja. Hier zit wat. En hier is de ingang. Oh, dit is een gang, een tunnel. Dit loopt echt verder hoor. Nou mensen, hier lopen we dan in de gang onderweg naar de ST-bunker. Deze stenen steken uit. Och jee, dit is weer zo'n trap naar beneden. Dit is echt absurd. Hier weer trappen naar beneden. Bunkernummer 6606. Dan gaan we als eerst maar hier kijken. Wauw mensen, dit is weer diezelfde type als waar we net in geweest zijn. Ik ga als eerste deze kamer in. Ah, hier is die tussenmuur die in die vorige bunker stuk geslopen was, die zit er hier nog in. Dan leren we weer wat. Wat hier achter nou is geweest. Oh, niet vallen. Een douche misschien. Ik gok ook maar wat. Wat gaaf is dit, zeg mensen. Daar komen we vandaan. Die kamer heb ik gehad. Ik ga nu als eerste deze kamer even kijken. Oh, met van die dikke steunpilaren. Wat bijzonder dit zeg. De ingangsverdediging. Dit kamertje ga ik even in. Hier is dan de ingang, helemaal verzand. Ja, precies zoals ik dacht. Hier is de ingang van deze bunker, helemaal verzand.
We komen hier van boven. En we gaan nu hier naar binnen. Ik zie daar nog vaag een nummer boven de deur, maar dat is volgens mij niet origineel. En we gaan nu de tweede bunker in. Een stuk metaal aan. Dat is een bovenkant van een bunkerkachel. Bovenkant van een bunkerkachel hoor ik van... Of onderkant. Van onze expert. Onderkant. Onderkant van een bunkerkachel. Met hier iets van een kijksleuf. Dit is ook een vreemd onderdeel dat ik nog nooit eerder heb gezien. Hier naar buiten. Verder loopt deze kamer nergens naartoe. Een officiële Duitse tekening. Oh, we zien we van alles liggen. Ja, luchtroosters. Ook een stuk kachel lijkt wel. Ja, ik zal maar kachel onderdelen nemen. Ja. De ring. Dit is een inge. Ingangsverdediging. Nou. Hier is het helemaal verzand. Ik weet niet wat hier is. Gaan we verder. Onze weg door deze enorme bunkerbanen. Geen idee wat dit geweest is. Waterwiel. Oh ja, water. Ja, ik ga verder. Ik ga kijken. Ik ben zo benieuwd. Oh, ik kan niet goed staan. Er ligt hier een steen. Oeh, het is wel diep. Daar kan je op staan. En hier. Dan ben je er wel langs. Hier allemaal hout. Dat was hem. De ST-bunker. Met trappen, gangen, super gaaf. En zoals ik de laatste tijd eigenlijk best wel vaak zeg, op naar de volgende bunker. Tot morgen.